Dag dames en heren. De afgelopen tijd voerden zuidwestenwinden, soms stevige zuidwestenwinden, zachte lucht aan en heel veel regenstoringen. En er is op dit moment sprake, niet alleen in Nederland, maar ook in de omringende landen, van hoog water. Ja, en winterweer, dat is alweer eventjes geleden. Op 8 december viel er voor het laatst in een deel van Nederland sneeuw, zoals hier in het Groningse Rode School. Nee, de winter is ver weg, alhoewel misschien is die toch dichterbij dan we denken. Achter mij de weerkaart van deze vrijdag, 29 december, met duidelijk een gordel van lage druk zo rond de 55 à 60 graden noordenbreedte vanaf de oceaan richting het Europese vasteland. Met bij die lage drukgebieden veel bewolking en regen. En aan de noordzijde, waar de wind veelal oostelijk is, daar bevindt zich koude lucht. Het is in Scandinavië al wekenlang heel erg koud. Daar is de winter eigenlijk al begin november begonnen en niet meer geëindigd. En ten zuiden van die lage drukgordel, daar staan dus zuidwestenwinden, valt van tijd tot tijd regen en worden temperaturen soms in de dubbele cijfers gemeten. Volgende week ziet de weerkaart er nog steeds redelijk hetzelfde uit. Wel zien we voorzichtig wat hoge drukneigingen boven Scandinavië, waar het op dat moment heel erg koud is. Daar kom ik zo nog eventjes op terug. Nog steeds die gordel van lage drukgebieden, net ten noorden van de Waddeneilanden. De kou kan af en toe Schotland, delen van Denemarken, de Baltische Staten en misschien ook wel Polen aandoen. Maar Nederland waarschijnlijk tot en met volgende week vrijdag niet. En dat betekent dat met die laagdrukgebieden in de buurt van Nederland er af en toe veel regenwater valt. Ook in Frankrijk, België en Duitsland zal dat het geval zijn. Ja, en als we dan kijken naar de pluim voor Oslo in dat koude gebied, ten noorden van die lage drukgebieden, dan zien we dat het er op dit moment al goed koud is. Tijdens de jaarwisseling een min 10 graden. En dan in de loop van volgend jaar zien we dat die temperaturen alleen maar verder omlaag gaan. En volgende week vrijdag, ja, dan zou het zomaar kunnen zijn dat het midden op de dag in Oslo min 20 graden is. En ook de dagen daarna staan er dat soort temperaturen op het programma. En ten noorden van Oslo, in Noorwegen en Zweden, worden zelfs temperaturen verwacht van min 30 tot misschien wel min 40 graden. Het gebied waar winterse kou vandaan moet komen, Noord-Europa, is dus in ieder geval koud genoeg. En dan is het alleen nog maar een kwestie van wachten tot de wind gaat draaien om bij ons winterweer op te gaan leveren. Maar goed, het klinkt heel makkelijk, zo makkelijk is het niet. Als we kijken naar de extremen in het weer van volgende week vrijdag, dan zien we dat Scandinavië blauw is gekleurd. Dat wil zeggen dat daar temperatuurafwijkingen worden berekend die eigenlijk de afgelopen 20 jaar, dat is de modelklimatologie, niet zijn opgetreden in deze fase van januari. Dus ja, dit wordt gewoon echt een hele koude periode daar. Tegelijkertijd is het juist heel erg zacht boven Zuid-Europa en Zuidoost-Europa. En op de scheiding tussen die kou en die zachte lucht, ja, valt er vooral in delen van Frankrijk en Duitsland heel veel regenwater. Nou, dat zien we dan ook terug in de temperatuur- en luchtdrukafwijkingskaarten voor volgende week, 1 tot en met 8 januari. Die gordel van lage druk vanaf Ierland over Nederland naar het oosten. Ten noorden ervan hoge druk met kou. En ten zuiden ervan dus vooral zachter en regenachtig weer. Ja, dat levert dan deze misschien wel bizarre temperatuurafwijkingskaart op. Want in Scandinavië en Noordwest-Rusland worden soms zelfs temperaturen over het hele etmaal gezien, over een weektijd, van meer dan 10 graden onder datgene wat gebruikelijk is. Terwijl het in Zuidoost-Europa heel erg warm is. En kijk eens wat een grote tegenstellingen in deze regio van Europa worden verwacht. Wij zitten net aan de zachte kant, al zit de kou in de loop van volgende week wel heel erg dichtbij. En in de pluim zien we dat dan ook, dat de temperaturen voorzichtig wat aan het dalen zijn. En met name in de week na 8 januari zien we dat de uitschieters naar beneden in de nachten royaal onder nul zijn. En er zit dan een verandering aan te komen. Het zwaartepunt van het hoge drukgebied komt dan in de buurt van IJsland te liggen. Lage druk vooral ten zuiden van ons. En dat is een situatie waarbij de wind uit noordoostelijke richting gaat waaien. En als het dan zo koud is in Scandinavië, kan die koude lucht natuurlijk heel makkelijk uitwijken tot over onze omgeving of zelfs nog ten zuiden van ons. En dat zien we dan ook in de temperatuurafwijkingkaart. De kou in Noord-Europa weet zich uit te spreiden, misschien wel tot aan de Pyreneeën aan toe. Het wordt in deze periode dus volgens deze berekening, en dit zit al een tijdje in de 30-daagse kaarten, het wordt in deze periode echt wel een beetje winter in Nederland. Maar goed, na 15 januari zien we de onzekerheid weer toenemen. Niet voor Scandinavië. Daar wordt nog steeds heel koud winterweer verwacht. Bij ons in onze omgeving geen signaal. Dat wil niet zeggen dat de temperaturen normaal zijn. Maar dat betekent dat wij precies op de scheiding zitten tussen de kou in het noorden en het zachte weer in het zuiden. Ja, en dat zien we ook terug op de afwijkingskaarten wat betreft de luchtdruk. We zien opnieuw weer lage drukgebieden in onze omgeving liggen. Ten noorden van de oostenwinden en de kou. Ten zuiden ervan de zuidwestenwinden en het zachtere weer. Ja, en waar komt die lage drukzone precies te liggen? Dat is de grote vraag en dat zorgt dus voor die onzekerheid. Ja, en als we het dan toch over een onzekerheid hebben, dan moeten we het natuurlijk ook hebben over de poolwervel. De afgelopen edities van deze 30-daagse hebben we daar al regelmatig over gehad. Op Weerplaza.nl staan allerlei artikelen met uitleg over de Polar Vortex, wat dat inhoudt en wat dat eventueel inhoudt voor winterweer in onze omgeving. Ik wil vooral vandaag kijken naar deze grafiek die aangeeft wat de wind op zo'n 30 kilometer hoogte op 60 graden noordenbreedte op het noordelijk halfrond doet. Normaal is die positief, dan is de wind west-oost georiënteerd. Maar als die negatief wordt, dan hebben we oostenwinden. En wat zien we? Begin januari een duidelijke daling tot bijna nul. We komen niet onder nul, dus van een zogenaamde SSW, een plotselinge opwarming van de poolwervel. Daar is geen sprake van. Sterker nog, geleidelijk aan neemt die sterkte van de poolwervel opnieuw toe, van die zonale winden. Dus nee, een SSW lijkt niet aan de orde. Ook het Amerikaanse weermodel doet dat soort berekeningen. En ook daar zien we dat er even een flinke dip wordt voorzien. Mogelijkerwijs zitten er een paar members van het Amerikaanse model wel net aan onder nul. Maar het gros blijft er dus boven. Dus ja, een SSW... Het is al heel onzeker en of dat dan uiteindelijk een afkoelend effect heeft later in februari, juist in West-Europa, ook dat is altijd alles behalve zeker. Dus dit is echt een hele flinke onzekerheid. Wat dat betreft wil ik de week 5, de luchtdrukafwijkingkaart voor de periode tot en met 5 februari overigens nog wel eventjes tonen. Want vaak is dat een fase van de 30-daagse kaarten waarin er eigenlijk geen signaal meer is te zien. Maar het signaal met opnieuw hoge druk in de buurt van IJsland en lage druk bij de Baltische Staten, waardoor toch weer een noordelijke wind kan opsteken. Dat is toch wel heel erg opmerkelijk. Dus het zou mij niet verbazen als we de komende week toch regelmatig winterse weerkaarten gaan zien. En voor de korte termijn is het vooral even interessant om te kijken hoeveel regen er gaat vallen in Noord-Frankrijk en Duitsland. Wat mij betreft, tot de volgende keer en alvast een fijne jaarwisseling.